Klokken, een novelle van de jurist en literair auteur Ferdinand Bordewijk, verschijnt in 1931. De ondertitel luidt De mislukking van een heilstaat. Het is opgedragen aan S.M. Eisenstein en A. Einstein, filmcomponist en wijsgeer, meesters der verschrikking. De titel Blokken past heel goed in de sfeer van de jaren 30. In deze tijd van opkomende heilstaten, zoals de USSR van Stalin en het Derde Rijk van Hitler, vond de grote opruiming van de 19e eeuw plaats. Alles wat onhygiënisch, barok, hysterisch en exotisch was, moest wijken voor efficiëntie, overzicht, eenvormigheid, collectiviteit en rationaliteit. De term die hierbij hoort is nieuwe zakelijkheid. De titel Blokken verwijst naar deze nieuwe zakelijkheid. Voorbeelden in Nederland van deze stroming zijn de fascinatie voor de Zuiderzeewerken, gefilmd door Joris Ivens en beschreven door Jeff Last. Blokken verwijzen naar de betonnen caissons die geplaatst werden. Architecten als Oud, Bijlage, Rietveld, Dudok en Duiker ontwierpen gebouwen en woningen die, vergeleken met de Jugendstil en de Art Nouveau-stijlen, duidelijk overeenkomsten vertonen met de metaforiek van gestapelde blokken. Blokken geldt ook als metafoor voor een overgeorganiseerde maatschappij waarin het collectief het individu heeft vervangen. In zo'n maatschappij past alles keurig op elkaar, alle taken zijn op elkaar afgestemd, de logistiek is lineair en praktisch, de mensen lijken op robots en tonen geen eigen wil. Bordewijk heeft zijn novelle de ondertitel De mislukking van een heilstaat meegegeven. Verschillende publicisten noemen Blokken daarom een dystopie, tegenovergestelde van de utopie. Daarmee kun je de lading van deze fictie helaas niet dekken. Blokken is science fiction, waarin een totalitaire staat beschreven wordt, die tegen het einde van het verhaal door zijn poten zakt en weldra vernietigd zal worden door zijn eigen mensen. Ook wordt er nogal gemakkelijk van uitgegaan dat de heilstaat de USSR van Stalin is. In 1931, het jaar waarin Blokken verschijnt, is Hitler weer fris op de been na zijn mislukte bierkellerputsch. Hij heeft Mein Kampf geschreven en heeft slechts één ding voor ogen: de oude Weimar-republiek omverwerpen en het Derde Rijk stichten. Een heilstaat naar darwinistisch voorbeeld. Het is heel goed mogelijk dat ook deze ontwikkelingen door Bordewijk zijn opgemerkt. Ton Ambeek beweert in zijn literatuurgeschiedenis dat Blokken sterk leunt op Wij van Zamyatin. Dat boek kent een hoofdpersoon met de naam D-503 die verliefd wordt op een terroriste en na een operatie weer normaal functioneert zonder zich nog iets van zijn geliefde te herinneren. Dat thema komt in Blokken niet voor. Ook heeft Blokken geen verteller en geen verhaallijn. Bordewijk doet niets meer en niets minder dan wat hij in de ondertitel heeft genoemd. Hij beschrijft een heilstaat die is mislukt. Hij ging er namelijk vanuit dat collectivisme individualiteit niet opheft. Hij vond het dom dat dictators als Stalin geloofden dat ze de mens konden ombouwen tot organische robot. In Blokken toont de auteur aan dat de eigenschappen van de mens incompatibel zijn met de technieken die hij bedenkt. Daarom moeten Blokken uiteindelijk wijken voor cirkels en bollen. Nog een laatste opmerking over de opdracht. Het boek is opgedragen aan Eisenstein en Einstein, meesters der verschrikking. De cineast Eisenstein werd wereldberoemd met zijn film De Panzerkruiser Potemkin en met name door de trappenscène waarin tsaristen de bevolking van Odessa afslachten. Deze scène bestaat uit een voor die tijd zeer complexe montage. De film was in Nederlandse bioscopen te zien en oogstte veel bewondering. Einstein was wetenschapper en uitvinder, bekend om zijn relativiteitstheorie.
Later in de jaren 40 haalt de geschiedenis alsnog de benaming Meester der Verschrikking in. Einstein stuurt een brief die hij samen met Szilard had opgesteld aan de Amerikaanse president Roosevelt. Met de reactie op deze brief start het Manhattan-project dat resulteert in 2 atoombommen op Japanse steden. Tot zover boekenpraatje en tot de volgende roman.